Een hele goede middag, live vanuit Barneveld hier. Ik loop de hele dag al met één vraag rond in mijn hoofd. En die vraag is eigenlijk best wel simpel. Zijn we nog bereid om ergens voor te vechten? Zijn we nog wel bereid om ergens voor te vechten? En ik werd ongelooflijk getriggerd vanochtend tijdens het sporten door een van de begeleiders daar. Die zei van ja, ik heb toch maar de injectie genomen om van al het gedoe af te zijn. En toen, dat triggerde mij zo ongelooflijk, dat ik dacht van, oké, als mensheid gaan we dus maar dingen doen om van het gedoe af te zijn. Om dan te denken alsof het gedoe stopt. Maar het gedoe stopt niet. Op het moment dat je ergens mee akkoord gaat, als je iets doet waarvan je innerlijk weet dat het niet klopt, dan doe je jezelf gewoon geweld aan. En toen dacht ik bij mezelf, oké, maar zijn we als mensheid nog wel bereid om ergens voor te vechten, om ergens voor te gaan staan. En dan moet ik altijd toch terugdenken aan het verhaal wat ons natuurlijk verteld is van de Tweede Wereldoorlog, dat we bevrijd zijn. Maar wat we hadden moeten leren allemaal, dat we allemaal onze eigen bevrijders zijn. We moeten echt onszelf gaan bevrijden. En als je maar gewoon in dingen meegaat om van het gedoe af te zijn, kom ik toch terug op de post die ik had gemaakt voor Yvette Brog, de handbalster, waarin ik haar gewoon echt prees voor het feit dat zij gewoon stond voor haar eigen waardigheid. Zij koos er gewoon voor om daar niet naartoe te gaan, omdat ze denkt, ik ben gewoon meer waard dan dit. Ik laat mij niet injecteren, omdat ik daar gewoon niet achter sta. Ik laat mij niet opsluiten in een of ander quarantainehotel. Ik laat mij niet afzonderen van de groep. Ik laat mij niet vanuit het plafond toespreken. Ik laat mij niet elke dag verplichten testen. Ik ben meer waard dan dit. Maar als we echt als mensheid niet bereid zijn om te staan voor onze waardigheid, echt, dan geven we onszelf de grabbel. Ik ben ooit een keer geblokkeerd op Facebook, omdat ik toen had gezegd bij een van de defense groepen, choose your battles. En toen dachten ze meteen dat ik opriep tot een van de gevechten waarschijnlijk. Maar ik roep wel op tot het gevecht om echt te gaan staan voor jezelf en die waardigheid echt in jezelf helemaal te leven. En ik sta hier achter de grote school hier in Barneveld, het JFC College, waar mijn kinderen volgend jaar niet naartoe gaan. Omdat mijn kinderen meer waard zijn dan dat. Ik laat ze niet confronteren met een of andere prikbus, want ik weet dat de school hierachter, die volgt altijd het overheidsbeleid voordat het beleid al uitgeschreven is. De lijnen stonden al in de school voordat het eigenlijk nodig was. De mondkapjes werden al geïntroduceerd voordat het verplicht werd. En ze hebben hier ooit een keer een gedoe gemaakt over dat er hier pizzabussen voor de deur stond. Maar die prikbus die komt hier zometeen ook gewoon weer te staan. En ik stel mijn kinderen daar gewoon niet aan bloot. Ik gun mijn kinderen iets beters dan dat. En heel veel ouders zijn al lang klaar met het onderwijssysteem. Met de eenzijdigheid van het onderwijssysteem. Met de ongelofelijke testcultuur die ook in het onderwijs gekomen is. Voordat we hadden het over het testen van het coronastuk. En wij voelden echt van, ja, maar de grens is echt wel een keer bereikt. Wij trekken onze kinderen daaruit terug. We gaan het gewoon op een andere manier organiseren. En ja, en wij zijn bereid om dat gevecht aan te gaan. Omdat wij gewoon meer waard zijn dan dat. En ik moet u denken aan een lied wat Stef Bos ooit geschreven heeft. En gezongen heeft op televisie. Dat vond ik echt wel een stoere daad, vond ik dat wel. En hij zong, ik ben bang voor bange mensen. En ik sluit mij daar wel bij aan. Al die mensen die te bang zijn, die laten dit systeem eigenlijk in stand. Die gaan er maar gewoon in mee. En het feit dat wij nu allemaal ouderen nog opgesloten hebben zitten, niet zozeer omdat ze misschien geen eens meer naar buiten mogen, maar wel omdat ze bang zijn dat ze nog steeds besmet kunnen raken. Dus de angst stopt pas als je de moed in jezelf hebt om gewoon een grens te trekken. Echt een grens te trekken. En daarmee dus ook een soort van gevecht aan te gaan. En daar nodig iedereen wel toe uit om dat te gaan doen. En iedereen kan het op zijn eigen manier doen. Sommige mensen zullen op 5 september, als er een grote bijeenkomst is, in Amsterdam naar Amsterdam gaan. Omdat ze voelen, ik verbind mij gewoon met heel veel mensen die ook gewoon opstaan in deze tijd. Andere mensen zullen het onzin vinden om naar Amsterdam te gaan. En die vinden dat ze in Den Haag moeten zijn. En zullen zich waarschijnlijk bij Miranda van Driel aansluiten om op 7 september naar Den Haag te gaan. Maar het kan ook zijn om gewoon echt nergens in mee te gaan waarvan je innerlijk weet dat het niet klopt. En het laatste wat ik toch even moet zeggen is aan een van de mensen die ik er vrij veel heb aangeschreven aan het begin. Oskan Akyol, bekend als een van de columnisten bij het AD. En hij had een heel verhaal geschreven over antivaxxers en de mensen die een businessmodel hebben
op basis van chaos. En daar wil ik toch wel iets over zeggen. Ik voel dat eigenlijk de huidige media heeft een businessmodel om de huidige structuur in stand te laten. Dus ook de huidige ongelijkheid in de maatschappij tot stand te laten. Zij zijn niet kritisch geweest op al die miljonairs die eigenlijk meer zijn gaan verdienen tijdens het coronastuk. Dus de huidige media is gewoon, die hebben een businessmodel om het huidige verziekte systeem in stand te houden. Een systeem wat mensen al lang niet meer dient. Terwijl het eigenlijk omgedraaid zou moeten zijn. En de mensen die zich nu uitspreken, of het dan gaat over Flavio, of het gaat over Tom Zwitser, of het gaat over Willem Engel. Ja, die zorgen op een bepaalde manier voor chaos om te komen tot een ander systeem. Een systeem wat de mensheid een keer gaat dienen. Dat die piramide een keer op de kop gaat staan. Dus ik roep ook eigenlijk iedereen op om dat gewoon te volgen. Ja, dan ontstaat er wat meer chaos en dan wordt niet meer het gepaande pad wordt bewandeld. Omdat we echt wel naar iets anders toe moeten gaan. Geen big pharma meer die je weer een nieuwe angst aanpraat voor een ziekte. Want dat stopt ook nooit. Het is hun model. Zij kunnen als geen ander je angst aanpraten waardoor jij eigenlijk maar iets gaat nemen. Dat is nu ook gebeurd. 24 december 2019 schreef ik al naar de directeur van GlaxoSmithKline. Welke ziekte gaan jullie ons volgend jaar verkopen? En het is natuurlijk duidelijk geworden welke ziekte dat geworden is. En dat stopt niet. Dat stopt pas als wij het stoppen. Maar dan moet je echt wel bereid zijn om een gevecht aan te gaan. Opstaan voor je waardigheid. En als je voelt dat iets niet klopt. Ik zag ook allerlei mensen weer met mondkapjes staan bij de bus. Die weten al lang dat het niet klopt. Maar ze doen het gewoon wel. En ik denk dan, we zijn als mensheid toch meer waard dan dat. Je mag jezelf toch iets beters gunnen dan dat. En als we allemaal onszelf echt het beste gaan gunnen, dan kan dit beleid niet meer blijven bestaan. Echt niet. Dan stopt het een keer vanzelf. En het eerste boek wat ik natuurlijk heb geschreven, en dan ga ik hem echt afsluiten. Het eerste boek wat ik heb geschreven heette Hugo, ik ben ook jouw soldaat niet. Omdat ik wel wist wat er aan zat te komen. En wat er van je wordt gevraagd. Dat je als een militair eigenlijk meeloopt in het beleid van de overheid. Dat je dat gewoon maar klakkeloos volgt. Dat je geen vragen stelt. Dat je geen andere mening hebt. Nee, je moet gewoon als een soldaat het huidige beleid gaan volgen. En ik heb gezegd, ik ben jouw soldaat niet. En ik hoop dat er heel veel scholen zijn in Nederland die dat ook zeggen. Hugo de Jonge, met je hele prikbeleid, die prikbus, die komt er gewoon niet. Wij gunnen onze kinderen iets beters dan dat. En het hele bullshit verhaal wat verteld wordt, dat er geen druk uitgeoefend wordt, dat is natuurlijk niet zo. Er wordt ongelooflijk veel druk zometeen uitgeoefend op die kinderen. Wat ik misdadig vind als dat gaat gebeuren. Maar dan moet je wel bereid zijn om te zeggen, ik ben jouw soldaat niet. Ik ga niet meer mee in het beleid. Ik gun mezelf, mijn kinderen en de mensheid iets beters dan dat. Dus keep up the good work iedereen. En laat je niet verleiden door mee te gaan in wat voor iets van nieuws. En ook ja, toch nog het allerlaatste. Willem Middelkoop, natuurlijk bij heel veel mensen wel bekend, had een videootje gedeeld op Twitter. Dat het Pentagon nu een chip ontwikkeld heeft wat kan detecteren of je COVID hebt of niet. En we hadden ook een gesprek met die personal trainer waar ik eigenlijk op het begin over had. En zeg je, maar waar ligt dan de grens? Waar ligt dan de grens bij jouw kinderen? Tot onze kinderen gaan chippen? Is dat dan een keer de grens? Ah, zei ze, ja, maar zover zou het toch niet gaan komen? En geen minuut later, toen ik de sportschool uitliep, zag ik dat berichtje van het Pentagon. Het stopt niet vanzelf. Het stopt pas als wij echt onszelf iets beters gaan gunnen dan dit. En dat wens ik echt iedereen toe. Tot later.